Hallo Joki. Hey. Hallo Jet. Joki gaat vandaag boodschappen doen. Om alles te onthouden heeft hij een boodschappenlijstje gemaakt. Kun jij zien wat erop staat? Brood, een pak melk, druiven, wortels en eieren. Joki pakt een winkelwagentje. Ze gaan naar binnen. Hij ziet al meteen iets van zijn lijstje. Zie jij het ook? Goed zo. Daar liggen wortels. Jet legt de wortels in het karretje. Joki streept de wortels van het boodschappenlijstje. Jet heeft druiven gevonden. Die gaan ook in het winkelwagentje. Dat schiet al lekker op. In de supermarkt is een automaat waar je flessen in kunt leveren. Joki heeft ook lege flessen bij zich. Joki en Jet doen de flessen in de flessenautomaat. Vergeet het bonnetje niet, Joki. Joki zet de volgende boodschappen van zijn lijstje, de eieren, in het wagentje. Jet wil heel graag snoep kopen. Er staat geen snoep op het boodschappenlijstje, zegt Joki. Zet het snoep maar terug, Jet. Joki heeft ook nog melk nodig. Hij zet het pak in het wagentje. Op de eieren! Malle Joki, je moet een zwaar pak melk toch niet bovenop de eieren zetten? Joki maakt de vloer snel schoon. Hij haalt nieuwe eieren en pakt het brood. Nu kunnen ze naar de kassa om te betalen. Maar wacht eens. Joki ziet ineens een heerlijke taart staan. Er staat geen taart op het lijstje. Maar Joki wil hem wel graag kopen. Joki heeft een idee. Wat doet hij nu? Slim bedacht, Joki. Nu staat de taart wel op het boodschappenlijstje. Als je iets koopt, dan moet je ervoor betalen. Joki geeft geld aan de mevrouw achter de kassa. Joki weet nu dat je bij het boodschappen doen geen zware dingen op lichte dingen moet leggen. En jij ook. Dag Joki. Dag Jet.